De suikerfabriek van SuikerUnie in Stamperschat heeft maatregelen genomen om de strenge vorst te kunnen weerstaan. Extra mensen houden buiten de boel ijsvrij en de koeltoren wordt één keer per dag ontdooid. De bietencampagne duurt nog tot 20 januari. De fabriek hoopt dat de vorst tot die tijd aanhoudt, want dooi maakt snot van de bieten die nog buiten liggen.